Breda Nu. Je weet het meteen. Omdat ik in het bestuur zit van de Breda's Heemkundekring, organiseren we elke maand namens dat bestuur voor de leden een activiteit. Met name voor carnaval is het interessant om een carnavalsitem te maken voor onze leden. Ik heb dat gedaan, speciaal voor de leden van de Engelbrecht van Nassau. En wij hebben daartoe van familie, vrienden, buren, kennissen, het archief. Overal hebben we geprobeerd om diverse carnavalsfilmpjes en muziek te pakken te krijgen. Dat hebben we samengesteld en gepresenteerd voor onder andere deze heemkundekring. Maar ook wel voor andere verenigingen zoals de Gouden Cirkel. En ook, en dat was eigenlijk het allerbelangrijkste natuurlijk, voor het KCM. KCM is de afkorting van het Kielegats Carnaval Museum. En ten behoeve van dit museum is de film samengesteld en wordt hij ook gedraaid. En is hij ook publiekelijk toegankelijk. Is opgebouwd uit fragmenten. De stukjes die we hebben zijn gemaakt door amateurs, maar ze zijn ook hier en daar professioneel opgenomen. De amateurfilms zijn natuurlijk van iets mindere kwaliteit, helaas. Dat lag niet aan die mensen, maar dat lag gewoon aan het feit dat het materiaal op dat moment ook niet zo geweldig goed was. Bovendien hadden die mensen ook geen enkele ervaring met het filmen, dus men deed maar wat. Desalniettemin zijn het onvervangbare beelden en zijn we er hier in Breda ontzettend blij mee dat die beelden gemaakt zijn. Want anders hadden we er niets van kunnen zien en horen. Maar het is eigenlijk nog niet zo gek geval als deze.